Benedict en Luc, dit is echt wel een bijzondere plek, hè? Deze brouwerij? Ja, dat is een familiebrouwerij van 1860. En mijn echtgenote is de vijfde generatie en mijn bedoeling is om dat door te geven naar de volgende generatie. Oké. Allemaal mooi in één rechte lijn eigenlijk. Ja. Er zijn weinig brouwerijen die echt, of familiebedrijven, die nog zo ver teruggaan, effectief in rechte lijn, zonder dat er daar andere mensen tussen komen. Ja. En dat is mijn bedoeling. Het is het overlijden van haar vader dat wij een beslissing moesten nemen. Gaan we het verder zetten of gaan we het niet verder zetten? En hebben wij gezegd, goed, we gaan het verder zetten, maar niet voor 5 jaar of voor 10 jaar, maar ineens voor 1 of 2 generaties. Oké. En dat was de bedoeling. Ja. En hoe zit dat met die opvolging? Is die verzekerd? We hebben 3 zonen en dus ik hoop toch dat er een van de 3 het zal voortzetten. Of 2 of 3, ze mogen alle 3 ook. Ja. We staan hier nu op zolder, hè, van de brouwerij. Hoe gaat dat hier in zijn werk? Wat gebeurt er hier? Dat is nog een zeer klassieke brouwerij. En dat was vroeger cascadebrouwerij van boven naar beneden. We hebben een lift van 1926. Toen al een lift. En de moot kwam hier naar boven. Dat komt door bepaalde systemen in de molen terecht. En dat gaat dan een verdiep lager, naar de silo, nog een verdiep lager en uiteindelijk komt het in de roerkuip. En dan nog een verdiep lager komt het in de kookketel. Dus dat gaat eigenlijk van stap tot stap. Voor water hetzelfde, hierboven waterreservoirs. En dat loopt zo verdiep voor verdiep naar beneden. Dus toen bestonden er geen pompen en dergelijke meer. Nee. Alles werd aangedreven door een heel oude stoommachine op kolen die heel de brouwerij verzag tot 1963. En dan is er een hoogspanningscabine gekomen en dergelijke meer. Ja. Jullie hebben hier een soort van museum, hè, waar het zo oud is. Mijn bedoeling is van een levend brouwerijmuseum. Ja. Het is geen bokrijk, zo oud is het nou nog niet, maar dat ze toch veel kunnen zien en beleven hoe dat vroeger gebeurt. En die gebeurt zo ook. Ja. En dat wil ik, zolang ik dat kan, volhouden. Ja, ja. Dat is... De meelsilo. Meelsilo, oké. Okay. Dus nadat het mout gemalen is, komt alles hierin. En dat is een balans. En dan wordt alles gewogen. We noteren de datum wanneer dat er gebrouwen is en het gewicht dat erin zit. Dat is onze roerkuip en dat is de meest originele materiaal hier in de brouwerij dat wij gebruiken en die is van 1860. Oké. En vroeger was onze brouwerij in het centrum van Inhoven en in 1926 is die naar hier gekomen en dat is meegekomen. Wow. En de rest van de brouwerij is van 1926, maar we zijn trots en fier op dat we nog altijd in de oude beslagkuip, roerkuip werken. Van een kleine 160 jaar geleden. Ja, ongelooflijk. Er moet misschien wel af en toe iets aan gewerkt worden, kan ik mij voorstellen. Ja, er zijn nu ook, er zijn restauratiewerken. We hebben een pannen gehad en we moeten dat wat restaureren, dat we overmorgen terug kunnen brouwen. En nadien zullen wij dat op een deftige manier terug restaureren. Maar het is toch belangrijk dat het met die authentieke stukken gebeurt. Dat gaat totaal de smaak beïnvloeden en dan is het geen witkapte meer. Nee. Dus dat mag niet. Nee. Goed, fris bierke. Toetug. Lekker. Zeg, waarom is dat nu zo populair geworden? Witkap, want jullie hebben een ongelooflijke aanhang, hè? Juist, maar hoe dat komt, ik denk omdat dat op een traditionele, oudere manier wordt gebrouwen. En het is een lekker bier, maar dat is niet aan mij om daarover te oordelen, maar het slaat wel aan. Ja. Dat is juist. En niet te gecompliceerd. Kruiden is ook niet aan ons besteed. Dat is mijn leuze altijd geweest. Je kunt simpel bier maken op een eenvoudige manier, maar lekker bier maken. Voilà. En je moet dan is alles gezegd. Wel, dan gaan we nog eens opdrinken. Merci dat ik mocht langskomen. Graag gedaan. Ja, en nog
keiveel jaar erbij. Dank je. Voilà, zie.